Ja, ik ben hier bij de hangplek in Eenrum met... Hoi, ik ben Arjan. Hallo, ik ben Kevin. Ik ben Joost. En ik heb een paar vragen voor jullie over oud en nieuw. Wat gaan jullie doen met oud en nieuw? We gaan hier gewoon een vuur houden voor het hok. En kabit schieten en muziek luisteren en bier drinken, denk ik. Gewoon gezellig. Oké, okay. En dat gaan jullie doen en... ja, ze hebben alles al in één vraag beantwoord. Ik ben echt mega goed, hè? Ja. Ik kan het komen krachtig, jongens. Waar deden jullie dit voorgaande jaar? Bij de turnhal daar verderop, bij de driepunt, bij de vijver. Maar dat mag niet meer omdat we geen vergunning voor hadden. En nou is de vergunning aangewezen hier zo. Dus gaan we dit jaar hier doen. Oké, wat is er gebeurd dat het nu hier gebeurt en niet meer bij de turnhal? De grond, de stenen, de klinkers, door de hitte, dan breken ze gewoon, ja, knappen en ja, dat is het eigenlijk wel. De gemeente niet zo leuk. Ja. Ah, jong. Ja, gewoon heel veel gezeik van de mensen die er omheen wonen en zo, en die zijn het gewoon niet mee eens. Gewoon in het dorp en dat vinden ze niet prettig, maar ja. Oké, en wat verwachten jullie van oud en nieuw? Gewoon een beetje hier zitten, een beetje bier drinken, muziek luisteren. Nou, wat Arjan het eigenlijk al zei. Oké. Nou, dit is de hangplek. En daar is de toekomstige plek voor de jeugdshows. Als alles straks rond is en we kunnen gaan bouwen, komt daar straks de jeugdshows. Hier blijft de hangplek voor de jongeren als de shows niet open is. En ja, dat was er wel een beetje. We staan hier bij de turnhal. Hier was vorig jaar vuur met oud en nieuw. Maar omdat wij vorig heel veel klachten hebben gehad van het dorp, hebben we besloten om dit jaar gewoon een vergunning aan te vragen en bij de hangplek het vuur te doen. Omdat er heel veel klachten kwamen van omwonenden. En omdat wij iets terug willen doen voor het dorp, hebben we besloten om gewoon een vergunning aan te vragen en het buiten het dorp te doen, zodat er verder niemand last van had. Ik ben hier in Weerdenhoorn met Jasper Dijkstra, Patrick Pettinga. Oké, en wij wou u graag een paar vragen stellen over wat jullie hier allemaal gaan organiseren met oud en nieuw. Ja, nou, wij gaan dit jaar weer eens kabit schieten in Weerdenhoorn, op deze locatie hier achter ons. In samenwerking met de ijsvereniging en gaan we daar even kabit schieten. En we hebben een grote tent geregeld via sponsoren. Onder andere Jongerenwerk is ons gesponsord. En we willen er een beetje een traditie van maken. En hopen dat er veel mensen op afkomen. Oké, en hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, we schieten hier al enkele jaren schieten we al met kabit. En we zijn eigenlijk heel klein begonnen. En we wouden toch wel iets voor het dorp doen ook. En de ijsvereniging is op een duur, die heeft ons benaderd. En die zei van, wil je misschien wat met ons samen gaan doen? Nou, toen zijn wij samen gaan werken. En we willen wat groter oppakken en wat groter maken. En dat het eigenlijk een traditie wordt voor het dorp. En zo proberen wij, zeg maar, of zo hebben we de sponsors opgezocht. En dan hopen we dat het gewoon elk jaar dat we leuk kabit kunnen schieten. Oké. Ja.